Christophe, vandaag een 4-1 nederlaag tegen Heerenveen. Wat heb jij voornamelijk van jouw ploeg geleerd vandaag? Nou, als je speelt tegen een tegenstander van dit formaat, en daar kiezen we bewust voor in de voorbereiding, dan kom je een aantal dingen tegen in zo'n wedstrijd. Hè. Zij spelen onder de hoogste druk, zij spelen in de hoogste intensiteit. En daar hadden wij heel veel moeite mee in de eerste helft. En ik heb net ook in de kleedkamer verteld dat dat helemaal niet erg is in deze fase van de voorbereiding. Maar we moeten er wel van leren. En wat we met name moeten leren is dat wij ook onze trainingen dusdanig inrichten om alles in de hoogste intensiteit te doen. En dat ze daar nu achter zijn gekomen, en misschien zijn er al wel een x-aantal spelers die dat al weten, waarom we dat doen. Tegen RKC hadden jullie al een test. Die verliep goed ondanks de nederlaag. Vandaag wat je zegt, de eerste helft ging wat minder, maar de tweede helft herstellen jullie goed. Ja, dat had ook met de weerstand te maken van de tweede helft. We hebben de eerste helft een betere Heerenveen met de namen die er ook op stonden. Het verschil met RKC is dat je daar ook aan het voetballen komt. En dat je daar ook je combinatie in je spel kan spelen om vooruit te kunnen. En dat we ook tot goede kansen kwamen. Ja, daar zijn we in de eerste helft bijna niet aan toegekomen. Omdat we zo onder druk werden gezet door de tegenstander bij elk balcontact dat we eigenlijk hadden. Dat we steeds een bal hadden en dat we het probleem gingen verleggen naar een medespeler. En dat heeft gewoon te maken met dat het tempo net iets te hoog lag voor ons. Maar dat is ook geen probleem, want je speelt ook tegen echt een hele goede tegenstander die dat op deze manier wil invullen. En ja, dat zijn de wedstrijden die je in de voorbereiding nodig hebt om bepaalde dingen te kunnen constateren. Rochon, was dit een hele leerzame les voor jullie? Ja, ik denk elke wedstrijd die we tot nu toe hebben gehad is gewoon een leerzame. Gelukkig spelen we tegen goede teams dat we onszelf kunnen testen, zeg maar. Maar het is wel jammer dat we zo eraf gaan. Ja, je hebt dan tegen RKC afgelopen zaterdag al een redelijke test gehad. Redelijk doorgekomen, goed spel. Vandaag liep de eerste helft niet zo lekker, hè, tegen Heerenveen. Nee, klopt. We hadden moeite met druk zetten. Ze zetten goed druk. Waardoor we weinig ruimte hadden om echt op te bouwen of druk op de bal te kunnen krijgen. Dus dat was wel jammer. In de tweede helft herstellen jullie wel goed, want ja, jullie krijgen kansen. En het was raar dat de goal pas in de 90ste minuut viel. Ja, inderdaad. We hadden betere controle in de tweede helft. De eerste helft was gewoon een beetje moeilijk om onder controle te krijgen. Je geeft het aan dat dit al een leerzame les was. Maar welke positieve dingen haal je uit de eerste helft? Ja, positief is dat we op een gegeven moment konden we wat iets beter in de organisatie staan. En dan krijg je ook wat minder kansen tegen. Ja, alleen het vervelende voor spelers op het veld is altijd als jij in een verdedigende organisatie staat en je pakt weinig ballen af, ja, daar word je een beetje moedeloos van. Alleen wij werden dusdanig teruggedrongen door Heerenveen en hun aanvalspel was dusdanig verzorgd ook vandaag. Waardoor wij geen andere keuze hadden dan bij elkaar te blijven, dan elkaar te kunnen ondersteunen. En zeker niet uit je organisatie gaan lopen. En dat is altijd verleidelijk in zulke wedstrijden, dat je dat wel gaat doen. Dat kregen we net iets beter voor elkaar de laatste 20 minuten. Waardoor we ook wat minder druk kregen en wat minder kansen tegen kregen. Zijn deze wedstrijd de juiste voorbereiding voor over anderhalve maand als de competitie begint? Ja. Je kan verschillende wegen kiezen. Je kan eerst tegen x aantal amateurclubs oefenen met een voorzichtige opbouw in weerstand. Wij kiezen er bewust voor om direct onze weerstand dusdanig hoog te hebben. Waardoor je dus met de neus op de feiten wordt gedrukt. En met de neus op de feiten wordt gedrukt is niet negatief. Maar het is gewoon een constatering die wij kunnen maken. Daar leer je alleen maar van, toch? Absoluut, absoluut. En net ook in de kleedkamer afgesloten. En als ik de kopjes in de kleedkamer zag, dan staat iedereen daar ook heel realistisch in. En dat we daar ook absoluut mee verder kunnen. Dankjewel. Dankjewel, man. Welke ontwikkeling maakt de ploeg op dit moment toe? Gewoon elkaar leren kennen. Heel veel spelers zijn weg, nieuwe spelers zijn bijgekomen. Dus we leren elkaar wel echt goed kennen. En hopelijk spelen ze zo snel mogelijk op elkaar in. Zodat we in de competitie gewoon een goede prestaat kunnen zetten. Merk je dat ook op training, dat jullie echt aan het groeien zijn als team? Ja, inderdaad. Elke training maken we stappen. En ik hoop dat we gewoon zo door kunnen gaan en zoveel mogelijk kunnen bijleren. Zaterdag geen wedstrijd, dus over 2 weken staat er weer een leuk potje op het programma. Ja, klopt. Zaterdag trainen we gewoon. Helaas dat de wedstrijd eruit is gehaald. Maar weer gewoon een moment om extra te kunnen leren en meer op elkaar in te kunnen spelen. En dan komt de competitie ook een beetje voor beetje eraan. Ik denk dat je niet kan wachten.
Ja, inderdaad. Ik heb lang gewacht. Vakantie is al lang genoeg zo. Dus ik hoop dat we weer gewoon snel de competitie kunnen beginnen. Dankjewel.